Broeders, zijn jullie klaar voor? Assalamu alaikum voor de kijkers thuis. We zijn vandaag bij islamitische begraafplaats. Met een aantal broeders afgesproken. Alhamdulillah zijn er een paar broeders gekomen. En een aantal broeders op het laatste moment af hebben gezegd. Geen inshallah. Maar ik geloof dat jullie zijn gekomen. Dit is ook een stimulatie naar de jongeren voor de volgende keer om toch mee te komen inshallah. Dus we gaan beginnen. Voor de live thuiskijkers, welkom. En ja, jullie kunnen vanuit thuis kunnen jullie mee live meekijken naar het graf samen. Dus minder. Even rustig aan. Want ik heb al gezegd thuis, een kleine half uurtje, dus nog een kwartier. We hebben nog een kwartier de tijd zodat we echt gaan beginnen. Dit is een wasruimte waar ik vaker heb gewassen, waar ik een broeder vaak heb gewassen. Dan is het meestal een Surinaamse broeder, een Hindoestaans of een bekeerling, noem maar op. En dan wordt hij ook meestal gelijk begraven. Dus de graf zit precies hiernaast. Ja, dat is goed. Kan jullie zien hoe het eruit ziet? Thank you.
gehad. Ja, vroeger toen ik hier kwam, toen had je misschien 1 of 2 graven. Nou, het wordt alleen maar steeds drukker. Dit is het broeder. Dit is al kataklaar gereserveerd. Allah alam wie de volgende is. Dus ja, zo ziet het eruit. Vandaag zijn we meestal de kindjes. Vandaag meestal de volwassenen. Kom maar, wil je me helpen? De plank. Voor zijn plankje aan de zijkant. Tweede plank. Die andere. Pas op, want hier zit al iemand gegraven. Zit deze dorp bij. Broer, als jij een beetje die kant op gaat, dan zodat de mensen ook thuis kunnen zien. Zie jij dat, broer? Ik ga die deken voor jullie alvast klaarzetten. Ja. Dit is waar straks iedereen naar binnen gaat, met zijn broeder. Jong of oud, rijk of arm, beroemd, koning, president, noem maar op. Hier komt iedereen te liggen. De dood kent geen leeftijd. Dus dat je goed door je hoofd denkt. De dood kent geen leeftijd. Niemand heeft ons zo'n graven beloofd. Niemand heeft ons dat beloofd. Wie wil als eerste? Kemen? Ja, je mag liggen, ga maar liggen wat je wil. Durf je het niet aan, doe het op jouw manier. Moet even iemand mij helpen. Zou het jij mij daar doen? Hebben. Leg je hem? Om daar te liggen? Ja, niet leuk. Niet leuk? Nee. Waar denk je aan? Ja, je bent... Ja, verlaten. Nee, je bent alleen. Je bent helemaal alleen. Ja. Nee. Ja, je bent er niet. Wat nu zie je alsnog? Je ziet licht, je ziet mensen om je heen. Laat hem zo meteen vertellen wat hij zo meteen heeft gevoeld. Gaan we straks even. We gaan je even dichtmaken, inshallah. Dan lig je dan hier helemaal alleen. Jouw familie die mee is gekomen om afscheid te nemen, die gaat weer terug. Gaat het nog daar beneden? Ja. Ja, hoe voelt het? Ja, goed. Om weer verder te gaan? Ja,
Als het niet meer gaat, moet je het zeggen. Ja, ja. Op een gegeven moment, jouw familie gaat terug. En daarna zullen de twee engelen naar je toe komen. En die zullen jou de vragen stellen. In jouw graf. Beneden, onder de grond. Wat is jouw geloof? En de derde vraag is, wie is die man die op aarde is gestuurd met de boodschap? Als je er goed naar geleefd hebt, je hebt ernaar geleefd, je bent volgens de voorschrift van Allah subhanahu wa ta'ala nagekomen, dan zul je deze heel makkelijk beantwoorden. Dan zul je deze inshallah heel makkelijk beantwoorden. Maar ongelovige, of die er niet naar heeft geleefd, als hij die drie vragen krijgt, als hij de vraag krijgt, wie was jouw Heer, wat was jouw geloof, en wie was de man die naar aarde is gestuurd met de boodschap, dan zal hij alleen maar antwoorden, hij weet het niet. Hij zal alleen zeggen, ik heb alleen maar mensen horen zeggen. Hoe gaat het daar beneden, broeder? Ja, goed. Oké, we gaan hem weer. Wacht even. Wat denk je daar op dat moment nu daar al? Hoe is het? Is het een beetje donker daar al? Ja, het is niet. Ja, het is niet echt een beetje donker. Ja, en in de werkelijkheid is het niet te beschrijven. Hier is het nog wel een beetje licht, alhamdulillah. Ja, want anders zou je er echt niet in durven. Als het echt pikken donker is. Nu zie je nog wel een beetje licht, je hoort onze stem. Hoe zou je, hoe zit het daar naar beneden? Is het een andere wereld? Ja, het is echt een andere wereld. Jullie horen het, hij komt niet eens uit zijn woorden, subhanallah. We gaan hem weer bevrijden, inshallah. Kom maar, broeder. Kom even van deze kant, ik kan je hem even laten zien. Ik ga je helpen daar weer overeind te zetten. Geef even, laat die doek maar daar. Kom maar, kom maar. Gaat dat? Blijf maar daar. Hoe was het, broeder? Gaat het weer een beetje moeilijk? Ja, het gaat weer. Je bent rood geworden. Ja. Je trilt ook een beetje. Ja, want het is. Ja, anders. Wat wil jij die jongeren adviseren die naar jou kijken nu? Jij hebt er nou in gelegen lijf. Dit is de eerste keer toch? Ja, dit is de eerste keer en ik. Ja, wat echt die jongeren en de. Ja, dames. Ja, zeggen. Ja, oké. Terug naar Allah subhanahu wa ta'ala. En. Ja, laat de verleden tijd. Ja, achter je maken. Ik heb het een beetje moeilijk, het is normaal. Ik nog steeds, ik heb er vaak in gelegen. Ik heb het ook nog steeds moeilijk mee. Je zag hoe het eruit zag beneden. Ja. Maar ik geloof ik, ga je voortaan nog sterker in jouw immense te staan. Zeker weten. Ja. Extra nog meer je best doen. Jongeren ook, zeg maar, adviseren. Ja. Oké, dat is wel. Maar ik geloof ik voor het meedoen. Wie is de volgende? Heel goed. Hij zit aan zijn rechterzij. Kijk wat, om het ook duidelijk uit te leggen. Wij, naar Marokko gaan met kist. Als wij doodgaan hier in Europa, gaan we in een kist. Gaan we met de kist terug naar Marokko. En dan zal het graf ook veel breder zijn. Anders past die kist niet. Want de mensen in het islamitische land, als ze begraven worden, dan is het graf veel smaller. Dan past hij alleen maar met zijn rechterzij. Dus
broeder nu legt me dat laat zo bij een islamitische maatregel, maar ook zo deze aan de rechterzijde. Met je gezicht richting het kibbelen. Oké, we gaan hem dichtmaken samen. Samen. 21 kijkers dan. Als het niet gaat, moet je het zeggen. Nou, de tweede broeder zit erin. Nogmaals, beste broeders en zusters, thuis al. Want dit is geen spelletje. Broeder, als het beneden niet gaat, moet je het zeggen tegen me. Mijn beste broeders en zusters, want dit is geen spelletje. Dit gaan we allemaal in het echt meemaken. Dit is de waarheid. De dood. Wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook in de Koran. Ook al zou jij omringd worden door kastelen, ondrinkbare torens, kastelen. De dood komt jou halen, beste broeder en zusters. De dood komt jou overal halen. Zelfs, hoe vaak horen we ook dat een piloot duizenden kilometers in de lucht is. En dan komt de medic en de motor zijn ziel ophalen, zelfs in de lucht. Dus laat staan, hier op de grond ophalen. Hoe is het broeder daar beneden? Gaat goed? Denk, maak even je ziel zuiver, je hart. Denk goed na. Denk goed na. Hoe het straks echt gaat. Want kijk, nu heb je nog een beetje licht daarom. Maar werkelijk in het echt is het veel erger. Het ligt eraan. Het ligt eraan aan jouw daden, beste broeder of zuster. Ben jij goed geweest? Dan zal het graf verlicht inshallah verrijmen. Ben jij slecht geweest? Dan zal het graf vernauwen, beste broeder. Die zal jou pletten. Dat je botten uit elkaar spatteren, subhanallah. En nogmaals, dit doe ik alleen maar om mijn broeders en zusters nogmaals wakker te schudden. En om terug te keren naar Allah subhanahu wa ta'ala. Om terug te keren naar Allah subhanahu wa ta'ala als eerste om berouw te tonen. Dit moet ik doen om mijn broeders en zusters te waarschuwen. Telkens zeg ik dit. Maar onze jongeren, subhanallah, gaan helemaal de verkeerde kant op. Gaan helemaal de verkeerde kant op, subhanallah. Broeder, wil je eruit?
Als dat niet gaat, dan hoor ik het, hè. Denk goed na. Beste broeders en zusters thuis ook, live, dat jullie dit ook thuis kunnen meevolgen. Nogmaals, dit doe ik alleen maar om de jongeren wakker te schudden. Niet alleen maar jongeren, maar ook volwassen mensen die alleen maar bezig zijn met het wereldse leven. Om met deze mensen allemaal wakker te schudden. Want we moeten het in praktijk brengen. We gaan allemaal naar moskeeën, we luisteren allemaal God was, we luisteren allemaal lezingen. We volgen lessen, maar weinig brengen we het in praktijk. Weinig brengen we het in praktijk. Want vroeger, als de profeet sallallahu alaihi wasallam wat zei, zeiden de sahabas, we sami'na wa ata'na. Wij horen de profeet en wij gehoorzamen, subhanallah. Bij ons is het andersom. Was sami'na wa ata'na. Wij gehoorzamen, maar we brengen het niet in praktijk, subhanallah. Terwijl dat wij ook in praktijk moeten brengen. Wij moeten de sunnah van onze geliefde profeet sallallahu alaihi wasallam en de metgezellen moeten we volgen. En ook in praktijk brengen. En dat is heel belangrijk. En daar hebben heel veel mensen moeite mee. In praktijk brengen. En heb ik het ook over de broeders en zusters die praktiseren. We moeten meer van deze acties doen. Om onze jongeren, om onze moslimmensen wakker te schudden. Want in werkelijkheid, hier, een broeder of zuster, rahimallah, die al begraven is, die al onder de grond zit. Deze broeder kan het nog navertellen, die hieronder ligt. Gaat het daar, broeder? Ja? Nogmaals, deze broeder of zuster, rahimallah, die heen is gegaan, voor hem is het afgelopen. Het is afgelopen. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala deze broeders en zussen die hier begraven zijn, allemaal vergeven en hun graven te verbreden en hun graven te verlichten, inshallah. En daarom is het voor deze broeder die hier nog onder ligt nog niet te laat. En die kan jou straks het nog navertellen, inshallah. En daarom, beste broeders en zusters, thuis ook, keer terug naar Allah subhanahu wa ta'ala. Want ik doe dit omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Wat ik wil, dat mijn broeders en zusters straks niet in de hel terechtkomen. Dat wil ik niet, dat gun ik niemand. Want wat de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd, wat jij voor jezelf wenst, moet je ook voor een broeder of zuster wensen, subhanallah. Ger, we gaan hem gelijk weghalen, inshallah. Dan gaan we luisteren wat de broeder ervaring is. Lukt dat? Als je deze kant op wil komen, beste broeder. Kom maar deze kant zo. Jij wat ook naar binnen zo? Nee, ik niet. Nee? Kan niet. Kan niet? Geen ervaring. Gezondheid gaat niet lukken. Gezondheid gaat goed. Beste broeder, subhanallah, ik merk gewoon dat hij subhanallah een beetje aan het trillen is. Een beetje rood ook. Hoe was jouw ervaring? Kijk, beste broeders en zusters. Voor deze mensen kunnen het niet navertellen, rahimullah. Ze kunnen het niet navertellen. Voor deze broeder kan het nog navertellen. Hoe was jouw ervaring, beste broeder? Ja, ik lag daar. Ook al hoorde ik jullie stem, was er wat licht, maar alsnog voelde ik echt dat ik helemaal alleen was. Ik voelde helemaal dat je alleen was. En zag je ook de zand? Kon je het zand ook zien? Vies? Ja. Wat ging door jou heen? Ja, ik heb nog tijd. Je hebt nog tijd? Subhanallah, ik merk gewoon aan alle drie de broeders dat ze gewoon aan het beven zijn, subhanallah, van de angst. Ja, subhanallah, ik besef dat ik nog tijd heb. En, op een gegeven moment zit je alleen in, niemand die je kan helpen. En wat is jouw advies aan de jongeren? Ja, je hebt nog genoeg tijd. Je hebt nog tijd om je berouw te tonen. Precies. Voordat het te laat is. Ja.
Want nu, als je de licht zo ziet, subhanallah, dan ben je Allah subhanahu wa ta'ala dankbaar. Ja, zeker. Huh? Subhanallah. Daarom, beste broeders en zusters thuis ook. Jullie horen het zelf van mensen, van broeders die ik niet ken. Ik heb ze uitgenodigd om deze goede daad te verrichten. Om ook jullie zo zeg maar te stimuleren. Om het volgende keer ook te doen. Vooral jongeren ook. Dat ze volgende keer meekomen en dat ze zelf erin gaan liggen, zodat ze voortaan beter en goed gaan nadenken over het leven. Want deze broeders, alle drie zeggen ze dat ze nog een kans hebben. We hebben nog allemaal kansen, beste broeders en zussen. Voor jou is het nog niet te laat, want nogmaals, we zitten hier bij een islamitische begrafenis, waarbij broeders en zussen voor hun al te laat is. Voor hun is het al te laat. En wij hebben nog een kans, subhanallah. En die moeten we pakken en Allah subhanahu wa ta'ala dankbaar zijn. We moeten Allah subhanahu wa ta'ala dankbaar zijn dat we deze kans nog krijgen. Want hoe vaak, zeg nou eerlijk broeders, ook de broeders thuis, zusters thuis, dat je hoort dat er jongens of meisjes onderweg waren naar een discotheek of vakantie of noem maar op. Wat heel veel zeggen, nu al, hebben zin in de zomerse vakantie naar Marokko. Hoe vaak gaan er krijgen ze in Spanje of in Frankrijk een ongeluk of onderweg naar een discotheek en dat krijgt te horen 3-4 personen zijn doodgegaan tijdens een zware ongeluk. Hoe vaak krijgen we dat te horen? Dagelijks. Elk jaar hoor je dat wel. Dat als mensen op vakantie gaan, dat ze onderweg een ongeluk krijgen en dat ze dood zijn. Terwijl ze al vakantieplannen hadden gemaakt. Maar ze zijn hun gebed, hebben ze achtergelaten hier bij Douana in Nederland, hier bij België. Daar stoppen ze met het gebed al. Waarom? Omdat ze op vakantie gaan. En ze denken dat de Engels dat dood ook vakantie heeft. De Engels dat dood heeft geen vakantie. Bestaat bij hem niet. Dus daarom, beste broeders en zusters, waar ik al over kom, denk goed na en keer terug naar Allah subhanahu wa ta'ala. En dit is ook zeker een advies aan de jongeren ook op Facebook. Die ook zeg maar live op Facebook hun zondes openbaren met shisha. Met drank. Kijk maar goed naar het graf. Zodat je volgende keer goed naar gaat nadenken wat je doet. Ik wil het hierbij laten, inshallah. Volgende week, inshallah, zijn de zusters aan de beurt. Maar dan gaat er een zuster mee. Ik hoop dat de zuster dan precies hetzelfde zal doen hoe ik het heb gedaan. En dan zullen de zusters hun ervaring delen, inshallah, wat ze hebben meegemaakt in het graf, subhanallah. En dit is ook een afsluiting. Want we hebben zo, subhanallah, we hebben salatu janaza, het dode gebed. We zijn hier eerst om het graf zelf te bezoeken. En nu gaan we voor een broeder, rahimullah, janaza gebed verrichten. Zo kun je maar zien dat het elke moment kan gebeuren dat jij naar Allah subhanahu wa ta'ala moet. Mubarak alawfikum. Ik vraag natuurlijk Allah subhanahu wa ta'ala om deze broeders die mee zijn gekomen, om hun rijkelijk te belonen, om hun te beschermen, om hun standvastig te houden. Allahumma amin. En ik vraag natuurlijk Allah subhanahu wa ta'ala om onze graven straks, dat de graf straks ook een getuige van deze broeders kan zijn en van ons, inshallah. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om onze graven straks te verruimen en te verlichten, inshallah. Amen. En hier laat ik het bij. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب